Hoi, ik ben Ivo en ik ben iemand die 20.000 games opneemt. Nee, grapje, dat was de netlach als een huis. Ivo was aangetrouwd. Nee. Hey, Deo. In ieder geval, ik wil eventjes wat anders voor hebben. Ik wil eventjes over de gameplay die je hier ziet. Dat is een andere gameplay dan toch gisteren. En Ivo, we hebben heel veel games in de place achtergelaten. Blablabla. Weet ik niet, want ik neem het eventjes snel allemaal op, want ik ben nu eventjes weg. 3-2 dagen. Ik weet niet precies wanneer ik vrijdag dus terugkom. Maar ik dacht van, hé, ik kan gelijk voor alles gewoon voor de hele week eventjes opnemen. En ik kan eventjes zien hoe het eruit pakt. Vergeet dus even geen blauw duimpje omhoog te doen. En ja, we gaan even verder met het onderwerp waar ik eigenlijk mee bezig ben. En dat is dus het opnemen. Ik hoop eigenlijk meer dat jullie dit systeem wel leuk vinden. Gewoon gameplay op de achtergrond en een beetje verhaal. Natuurlijk gaan we wel weer gewoon oldschool, gaan we gewoon weer verder met al onze dingen. Maar dit is meer van, hey, ik moet eventjes wat kwijt. Of hey, ik wil eventjes met jullie gewoon eventjes over iets hebben. Bijvoorbeeld een top 10 of een game nieuws. Want zo wil ik game nieuws gaan aanpakken. Dan pak ik gewoon een game waar ik het over ga hebben. En dan gaan we het nieuws gaan we een beetje over zeggen van, ja, dit is in, dit is aan. Alleen, ik heb niet alle games. Ivan, wat doe je? Je hebt niet aan games, je hebt de YouTube-mensen. Ik heb niet alle games. En dat bedoel ik mij van, ik ben niet echt iemand die alle games heeft. Maar jij misschien wel. Ik ga jullie om een gunst vragen. Dit is een gunst, alleen voor de gameplay. Ik wil graag dat jullie, als jullie dat willen, het hoeft niet, een gameplay gewoon gaan spelen. Boeit me niet, habbo, boeit me geen reet. Maar iets met, dat je kan opnemen met OBS, als het niet kan, sorry, maar OBS is wel het handigste, want dat is gewoon makkelijk, dat is gewoon easy. Maar maak maar een opname van zeg, ruim 10, 20 minuten, dan kan je namelijk makkelijk 4, 5 op 5, je weet wel eens van maken, gameplay video's. Maar ja, dat is dus wel ongeveer. Het is meer van, ik kan niet alle games spelen en het gaat dan raar worden, want dan ga ik weer Minecraft games doen. En dat gaan jullie niet allemaal leuk vinden. Dus als jullie leuke gameplays voor mij willen insturen, stuur het eventjes naar de mail hier in de beschrijving. En anders komt het nog eventjes hierboven te staan. Ik hoop dat het al de hele tijd stond, de mail. En ja, wat ik dus mee bedoel is, stuur me gewoon eventjes een leuke gameplay video. Maak niet uit, CSGO, Habbo, Minecraft, maar dan een andere Minecraft versie. Niet Skywars, niet Hunger Games. Want dat staat al allemaal op mijn computer. En dat gaan we nog morgen. De morgen krijgen jullie de Minecraft. Het komt weer iets van Minecraft. Alleen nu eventjes gewoon eventjes een internet game. Net zoals gisteren. Ik hoop dat jullie dat leuk vonden. Maar ik wil dus jullie hulp vragen. En die hulp heb ik dus net aan jullie gesteld. Dus gun mij wat nieuwe videobestanden. En gun mij de gunst die ik aan iedereen al eerder heb gevraagd om een like en te abonneren hier beneden. En als jij een YouTube kanaal hebt en jij stuurt die gameplay naar me toe, dan komt jouw YouTube kanaal komt dan in de beschrijving te staan. Dit geldt als bijvoorbeeld Camille of Erik of Noëlla of Denise gewoon een gameplay ook naar me toe kan sturen. Dat zou super chill zijn, want dan ja. Ik had dus jullie deze dit leuk vinden dat ik een keertje een rondje heb in plaats van het vierkantje. Misschien nog een keertje. Gisteren ook al een rondje, dat weet ik niet. Dat moet ik nog editen, bla de bla de bla. Maar ja. Als jullie een andere soort video's willen, dan moeten jullie het gewoon zeggen. En als dit echt niks is, dan helpt het maar. Maar ik vind het wel leuk, gewoon praten met de gameplay eronder. En ja, gewoon 5 minuten lang gewoon om mijn ding doen. En gewoon dingen overtjes over hebben. Maar ik had nog iets opgemerkt. Iets gezien op het kanaal. En dat is dat wij dalen groeien. Wat doen we verkeerd? Laat het weten als jij iemand bent van, hey, je doet dit verkeerd of hey, dat verkeerd. Laat het gewoon weten. Want wij kunnen altijd aanpassen. We kunnen altijd wel een keertje een video maken. Oké, we gaan CSGO een keertje doen. Klaar, uit, CSGO, funny moments, bla bla bla. Horror wil ik ook binnenkort gaan doen. Maar daar hebben we het wel later over. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het abonneren. Ik zeg nog maar één, dat is later als maar tot ziens. En vergeet eventjes geen like erop te knallen.
En later en tot morgen, mensen. Peace.